De budgetkermis aan het Laarveld Oost is weer van start. Maar het was nog wel even spannend of de kermis voor de kleine portemonnee wel door kon gaan. De budgetkermis is eigenlijk ontstaan door een goede vriend van me. Die is Robert Martens, die is conciërge op het Willem II College. En als conciërge dan ben je spreekbuis voor de kinderen. En die hoorden in juli tijdens de grote kermis heel veel enthousiaste kinderen. Maar hoorden ook kinderen die eigenlijk alles een beetje duur vonden of misschien er helemaal geen geld voor hadden. En toen zei hij, het zou zo mooi zijn als we een keer een betaalbare kermis met name voor de Tilburgenaren kunnen organiseren. En dat is eigenlijk het begin geweest van de budgetkermis. En samen hebben we dit opgepakt. Er zijn natuurlijk mensen die echt onder de minima leven en die helemaal geen kermis kunnen vieren. En het eerste jaar hadden we de stichting Het Vergeten Kind. En toen hebben we bonnenboekjes gemaakt. Nou, toen konden de kinderen, hebben we 200-300 kinderen, hebben we gratis kermis laten vieren. Dat waren toen kinderen van Het Vergeten Kind. Inmiddels hebben we nu mede door, gelukkig hebben we nog wat subsidie gekregen van de gemeente. We hebben nu weer 500 boekjes kunnen maken met 26 gratis attracties erin. Zuursokken, suikerspinnen, alles erop en eraan. Maar die komen allemaal heel goed terecht bij de kinderen die het heel hard nodig hebben. En dat is geweldig om te kunnen doen. Ik vind de booster het allerleukste. Ja, de booster. Waarom? Omdat die zo de hele tijd zo de lucht in gaat. En hij is hoog en dat maakt zo spannend. Hoe vaak zijn jullie daar al in geweest? Ik denk een stuk of 10 keer. Ja, ik volgens mij 5 keer. Of dit wordt mijn 5e keer. Ik hoor soms nog wel eens op social media, het is niet echt budget, maar niet vergeten dat de exploitanten ook verschrikkelijk hoge kosten hebben gehad na corona. We draaien hier stroom op aggregaten. Er zit hele dure dieselolie in, dat soort dingen allemaal. We hebben dure vrachtwagens, we hebben dure transporten, personeel. Ik hoef het niet uit te leggen. We kunnen het niet allemaal gratis doen. En daar hebben we een stukje subsidie voor nodig. En dat was even spannend of we dat kregen, maar dat is met inzet van Robert toch weer gelukt.